Hey mensen, Mark hier met weer een nieuwe video. Sowieso heel erg tevreden met deze video. Je ziet het al aan de titel, dus ik kan er heel erg omheen draaien. En dat ga ik ook doen. Maar doe vooral een duim omhoog als je het nog niet gedaan hebt. Deze video, deze verdient het toch wel, denk ik sowieso. Vanwege de prestatie die ik even heb geleverd voor deze video. Duimpje omhoog kan krijgen, laten we zeggen 1000 of zo, zou ik enorm waarderen. Het is letterlijk mijn nieuwe team, het team dat jullie nog niet kennen. De laatste keer dat jullie me zagen op dit account, ging ik 9 om 1 en gebruikte ik 2 teams. Nadat ik die video had gedaan, deed ik 5 games nog, diezelfde avond, vrijdagavond. Ik ging 1 om 4, dus vervolgens ging ik 10 om 5. Dan denk je, hoe kan dat opeens? Ik weet het ook niet, ik wist het ook niet, maar ik ben ook maar een mens. En ik reageerde zoals ieder normaal denkend mens zou doen. Ik verkocht mijn team. Dat is echt super logisch, toch? Dacht ik ook. Dus op sommige spelers maakte ik winst, op sommige verlies. Dat zit erin als je dat doet. Het viel me nog mee hoeveel verlies ik maakte. Het had veel erger kunnen zijn, die categorie. Dus ik dacht van, oké, kan gebeuren. Wat ga ik dan doen? Nou, ik ga doen wat jullie me aanraden om te doen in eerste instantie. En dat is het kopen van Gareth Bale. En dan is dit hoe mijn team eruit zag. Niet in-game. In-game zal ik laten zien hoe het eruit zag. 4-1-2-2, super basic. I know. Pereira, CDM. En dan alleen nog hen twee omwisselen. Dit is hoe het stond in-game. En dit was perfect. Bale is de beste aankoop die ik dit jaar heb gedaan. 47 goals, 39 assists in 37 wedstrijden. 25 daarvan in de Wicked League. Maak daarvan wat je wilt. Hij deed alsof fantastisch. Ik bedoel, boeit me niet wat je vindt dat ik squad met hem speel. Marco Reus, top aankoop. Ik had op Futhead veel goeds over hem gezien. Op YouTube veel goeds over hem gezien. En ik dacht, ik ga hem eens proberen. Waarom niet? Ik had een... Nice. Kijk, zie je niks aan de hand. Ik kan het je ook laten zien. Hier, maak verbinding met Xbox Live. Ik ben verbonden met Xbox Live. Ik kan het je niet laten zien op mijn telefoon. Maar ik heb geen internet van PM, geen niks. Hier. Ook hier gelijk weer ingelogd. Niks aan... Ik snap niet hoe dat kan. Laptop, geen problemen. Telefoon, geen problemen. iPads, geen problemen. Niks. Ik word gewoon opeens random van de Xbox servers gekickt. En daarmee ook de EA servers. Maar what the fuck? Het slaat nergens op. In ieder geval, dat is dus EA. Het is gewoon lekker typisch. Het is typisch EA. Want dit gebeurt me ook alleen bij FIFA. Dan weet ik dat je gaat zeggen, maar Mark, dat ligt toch duidelijk aan je internet? Nope. Dat punt mag je maken. Dat is je goed recht. Alleen, dit is gewoon onzin. Want dan zou het ook bij een andere game moeten gebeuren. Dat doet het dus gewoon niet. In ieder geval, dat team, zoals ik het liet zien, is awesome. Het is het echt. Del Piero is waarschijnlijk de beste cam, inderdaad, die ik tot nu toe heb gebruikt. 257 goals en 198 assists in 213 wedstrijden. Rui Costa wordt ook beter en beter. 280 goals en 203 assists in 525 wedstrijden. Er gaat een punt komen dat hij ingeleverd wordt voor een andere Prime Icon, maar die tijd is nog niet nu. Dus ik heb er alle tijd mee. Hoi. Deze kaart is goed. Hij is heel goed. 6 voet 2, dus zo'n 1,87 meter, 88, medium high, ideaal voor een CDM. Hij is niet te stoppen. Hij is zo goed. Het is echt absurd. Het is echt heel raar. Ik had het niet verwacht. Zeg maar, iedereen kent hem waarschijnlijk wel een beetje, of in ieder geval, je hebt half van hem gehoord dit jaar. Vanwege die hyperlink die hij heeft met die Infor Pereira, die is die rechtsback natuurlijk, die is 83 graded. En ik dacht, Pereira hoef ik niet in mijn team, ik heb immers zeg maar dit deeltje van 3. Maar ik had een CDM nodig. En dan denk ik, wie waren mijn opties? Kwam ik uit bij hem, want de work rates, de lengte, ik dacht, waarom niet proberen? Beste keus. Echt een uitstekende keus van mezelf, al zeg ik het zelf. Vidal natuurlijk ook, top, maar dat weet je onderhand wel. Ik bedoel, op hem kan je rekenen. Hij scoort een goal of geeft een assist op het moment dat je het echt, echt nodig hebt. En dat is hartstikke welkom bij hem. Dus daarmee hebben wij dit weekend Elite 3 gehaald. Hartstikke lekker natuurlijk, 29-11. Ik had het op Twitter al aangekondigd met een tweet die getuigt van vrij goede banter. Ik zal hem even op scherm voorbij laten komen. Ik vond hem persoonlijk vrij sterk. In ieder geval, dat hebben we gehaald. Squad Battles alleen maar Elite 1 dit weekend, want ik kreeg zaterdag 1 DC toen heel veel mensen zowel PS4 als Xbox van de servers gekickt werden. Ja, dat is irritant. Maar dat kan gebeuren, weet je, want dan haal je alsnog top 100. Maar dan kreeg ik daarna nog een DC. En dan denk ik van, ja, dan ga ik mijn best ook niet meer doen. Want 2 games, ook al zou je ze matig doen. Zeg maar, dan zou ik waarschijnlijk nog minstens 5000 punten krijgen. En dat bijgevoegd bij wat ik op dat moment had na die tweede DC. Zou ik top 50 staan. Maar, hey,
Het maakt niet uit, want je weet je, Elite 1 is prima. Ik heb Elite 3 Wicked League, dus daar kan ik het mee compenseren. Ik krijg alsnog 39.800 coins en 2 megapacks. Ik verwacht niks goeds. 214k hebben we nu, dat is heel mooi. Natuurlijk David Miners' team. Zijn streams zijn chill. Heel goede speler, weet wat hij doet. Goeie gozer. In ieder geval 2 packs, ik ga ze openen. Ik verwacht er niet veel van eerlijk gezegd. Maar we'll see. Als ik een bord krijg, mooi meegenomen. Als ik geen bord krijg, het zou me niet verbazen. Kijk, dat is bord. Dat is mooi mee te beginnen. Geen inform. Kijk, wie is het dan? Nederland. Dost. Dat is zonde. Om 2 redenen. Allereerst, hij heeft geen waarde. Ten tweede, hij krijgt deze week een inform. Want hij heeft een hat-trick gescoord. In een 5-0 overwinning. Dus het zou me verbazen als hij hier geen 1 krijgt. Aan de andere kant is het zo dat bij... het was ook alweer Paris Saint-Germain. Komen er waarschijnlijk 2 informs. Want zowel Neymar als Mbappé als... Di Maria hebben 2 keer gescoord. Dus chill voor hen. Aan de andere kant denk ik dat Neymar geen inform gaat krijgen. Omdat een week later komt de Team of the Year op de 15e. Dus Mbappé en Di Maria zou kunnen. Bill heeft 2 goals gescoord vanuit de spits. Maar Real Madrid speelde gelijk. Oh, shitpack natuurlijk. Dus dat is ook nog een beetje van wat zullen ze daarmee doen. Want Bill is zo iemand van, ze speelden gelijk, dus eigenlijk is het niet fair om dan te doen. Want je denkt van, hij heeft eigenlijk niets bijzonders gedaan, hij heeft zijn team niet laten winnen. Maar Bill is wel iemand die ervoor zorgt dat mensen zoals jij en ik, kijk, wij doen dat dan niet omdat we beter weten. Maar de kern ervan is, mensen gaan packs openen om inform Bill te krijgen. Dus ik zie het nog wel gebeuren, of ik dan mijn inform pack ga openen. Het hangt af van hoe goed het Team of the Week gaat zijn. Custom tactics en instructies was ik bijna vergeten. Dus die zal ik ook even laten zien. Eerst was het belangrijk. Het is niet echt van een YouTuber gejat. Ik had nadat ik mijn team had verkocht uit frustratie, gewoon wat random custom tactics opgegooid. Het werkte. Ik weet niet waarom. Ik denk gewoon omdat het redelijk snel ging. Ik creëerde veel. Dat is ook gewoon waar ik mijn geld op inzet. Ik wil aanvallen is wat ik kan. Nou, probeer ik zoveel mogelijk kansen te creëren. Pressure en agressie niet al te hoog. Ik ken mezelf, ik kan niet geweldig verdedigen. Dus ik neem niet te veel risico hiermee. Team weight op 40 heb ik bij vrijwel elke formatie. En dan cover, dat is de standaard instelling en dat is ook het beste om te gebruiken. Dat mag je onderhand wel weten, denk ik. Als je ook maar een beetje FIFA speelt. Fullbacks op stay back while attacking. Er is een heel goed argument om te maken dat balanced attack of always overlap ook goed werkt dit jaar. En dat is zo. Alleen hoe ik de formatie gebruik, ik moet wat man achter hebben. Ik ben niet verdedigend goed genoeg om dat te compenseren als ik het niet heb. CDM, cut passing lane, stay back while attacking. Vrij klassieke instructies, weet je wel. FIFA 16 gebruikte ik dit al bij deze formatie en het werkt. Dus ja, waarom dan niet? CDM's. Raak ik niet aan, gewoon lekker zo laten. CAM, stay forward, niet meer en niet minder. En bij de spitsen, get in behind en press back line. Is dit super basic? Ja. Werkt het? Duidelijk. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Dus dat is het hem. Dat is wat ik heb gebruikt om Elite 3 te halen voor de maand. Kan dat vrij chill zijn, want het zal betekenen dat ik hopelijk... Ik zeg gewoon, waarom druk ik dan bij squad battles? Het zal betekenen dat ik bezig ben om Elite 1 maandelijks te halen. En dat zou chill zijn. Want dat betekent dan weer 20 rode informs. Dat betekent dat we het weer net wat beter hebben gedaan dan de maand ervoor. En kijk, dit gaan we sowieso halen nu. Dat is mooi. Ik zit nu qua skill op een gevoel van... Elite 3 is de norm elke maand. Dat moet gewoon zo zijn. Elite 2 is waar ik voor ga en Elite 1 is een mooie bonus. Dan moet ik over 3 weken, verdeeld dus uit 120 games, moet ik er 83 winnen. 83. En dat wordt best wel taai, weet je. Dan kom je neer op gemiddeld 2 keer 28 en 1 keer 27. Kan lastig zijn, ik weet niet of het dat ook zal zijn, maar hey, tijd zal het leren. Ik zit dus nu met 216.000 coins en natuurlijk een heel aantal coins in spelers nog, maar... Dan zit je toch weer met SBC's. Nou, deze, ik heb geen interesse om hem te doen. Hamsik is een prima kaart. Maar het is de combinatie van Napoli en zijn nationaliteit. Waardoor ik denk, ja, het is te veel voor te weinig. Deze kaart, daarentegen. Yes, please. Op een moment. Ik weet niet, ik zeg niet nu al per se. Ik heb gewoon al bij sommigen erin gezet als ik er iets van had. Zij het bronzen of een enkele gold. Bijvoorbeeld, van welke weet ik het sowieso, hier van Seattle Sounders. Dan heb ik dan bijvoorbeeld die guy. Ik heb ook een rode Dempsey, maar die ga ik dan net niet inleveren. Dus op die manier een beetje, weet je wel. Ik verwacht niet deze binnenkort te voltooien.
Maar er komt een Wicked League dat ik Giovinco ga testen. Puur omdat ik dat wil. Het lijkt me een goede kaart om te gebruiken. En dat, weet je, dat moet een beetje de kern zijn. Je moet spelers willen gebruiken. Je moet FIFA willen spelen. Anders is het je tijd en moeite niet waard. Dat brengt me nog meer bij SBC's. Ik vergeet dingen gewoon echt on the fly. Icons. We zitten nu weer met 216k. Ik ga mijn Elite Rewards erbij krijgen. Dat is, als ik me niet vergis, 65.000 coins. Ik denk het. Ja, ik, of in ieder geval zoiets. Kan het minder zijn. Denk, misschien 50 krijg je al bij Gold 1. Dus misschien 65 of zo. Dus dan kom je op 280k al. Laten we ervan uitgaan dat ik 3 discard informs krijg. Terwijl van, nou, laten we zeggen 15k. Dan kom je op 325. En dan nog wat ik in mijn 100k pack erbij krijg. Ik weet dat ik het zeg, mooi, ik bewaar je 100k pack voor 10 of 10 jaar. Kan ik doen. Fair point om dat te zeggen van, ja, dat is de slimste keuze. Maar ik weet niet of ik dat ga doen, of ik het geduld ga hebben om dat te doen. Welke icon? Kijk, ik weet dat mensen gaan commenten. Mark, doe Bergkamp. Doe Henry. Doe Vieira. Newsflash kan ik niet betalen. Die, zeg maar, Henry 2.5. Nee, ik denk nog steeds tegen de 3. Of misschien 2.8, 2.9. Bergkamp 1.2. En Vieira is ook meer dan 2 miljoen. Dus in die zin niet te doen. Maar ik ben wel benieuwd, misschien dat een Overmars een optie is. Want als je zag hoe ik start met die opstelling, dan zou ik hem links buiten kunnen gooien. En een spits met 5-ster weak foot die zo snel is, kan best een goed idee zijn. Natuurlijk Luis Hernandez, al waren er gisteren een paar mentions die ik had. Toen ik tweette dat Bill waarschijnlijk mijn beste keuze is dit jaar tot nu toe. Die zeiden dat Hernandez juist niet zo goed was. Dus daar ben ik een beetje voorzichtig mee wat ik daarmee ga doen. Perez. Je weet dat ik hem wil. Ik heb het vorige aflevering gezegd. En qua hoe ik nu start zou het nog goed passen ook. Dus wie weet. Ja, ik moet zeggen, er zitten een paar heel aantrekkelijke tussen. En Shearer, ik ga hem niet doen natuurlijk. Ik bedoel, misschien dat ik hem een keertje unlock. Als ik op een punt kom dat ik zeg, ik heb de coins toch wel om te kunnen unlocken wat ik wil. Maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Maar hey, die optie moet je openhouden. Natuurlijk, deze 3 heb ik gedaan. Had je ingeleverd voor Del Piero. En daar heb ik absoluut geen spijt van tot nu toe. Anyway mensen, laat mij vooral jullie advies weten voor wat ik nu moet doen qua team. Ik zet het even terug zoals ik begin aan de wedstrijd. Zodat je kunt zien van oké, op die manier kan je veranderingen toevoegen. Je moet natuurlijk niks, je hoeft niet eens te commenten als je niet wilt. Maar ik gebruik jullie comments graag om mijzelf en mijn team te verbeteren. Dus dit is hoe we starten. Allemaal iedereen op 10 cam. Ja, iedereen op 10 cam. Ik sta open voor veranderingen. Ik zie niet echt veel verbeteringen. Ik weet dat mensen gaan commenten Royce. Ja, noem mij maar een betere Bundesliga linksbuiten. Ik zag Origi's in vorm en die leek me niet beter. Plus, Royce kost zo weinig. Dat is echt, het is bizar. Zelfs Bill. Ik zou je, alleen het laatste punt, hè, ter vergelijking. En ik weet dat mensen houden van semi, iets langere video's. Bill, mijn jager, is, hoeveel was het? Volgens mij, ik kocht hem dus voor 307. Je kon hem al kopen voor 92 gisteren. Hoeveel is het nu? 92 inderdaad. Nou, 17k minder. Is dat verlies erg? Nee, het kan me niet schelen. En dat is ook waar ik het enige, ik heb, kijk, ik ben duidelijk geen trader. Het enige wat ik zeg qua team, qua advies dat ik heb. Als jij een team fijn vindt spelen, of je vindt het gewoon leuk om te gebruiken, maak je dan niet al te veel druk om het verlies dat je maakt. Als jij potjes blijft spelen, extra nieuwe ranks blijft halen, packs blijft openen die je hebt verdiend, en hopelijk niet kopen met coins of FIFA points, dan is het niet erg als je wat verlies maakt op je teams. Als FIFA maar leuk blijft, zeker voor jullie. Ik bedoel, voor mij is het YouTube, dat is nog net anders. Maar het moet gewoon leuk blijven voor jullie. Anyway, ik hoop dat jullie hebben genoten. Misschien kom ik jullie wel eens tegen in Fortnite. Ik speel Fortnite soms op PS4. De kans is niet echt groot dat ik het ga uploaden. Maar u weet, als je me ooit tegenkomt, Hard Dynasty HD is mijn PSN. Anyway, ik zie jullie later. Joep.